Alfred Snoek van Weerplaza. Het is al de hele zomer gruwelijk heet in Zuid-Europa. Eerst Turkije, toen Griekenland. De laatste dagen Italië, straks Spanje. Hoe kan dat? Ja, het hoort er wel een beetje bij in de zomer. Uh, de warmte zit altijd dichtbij in het noorden van Afrika. En als de wind goed staat, tussen aanhalingstekens, dan kan die warmte ook heel snel het Middellandse zeegebied over uh, richting Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Turkije. Dat doet ook natuurlijk de laatste tijd goed mee. Dus het hoort er een beetje bij. Maar we hebben het vaak gezien deze zomer. Dus uh, dat is wel opmerkelijk. Is dit nou een hele extreme zomer in uh, Zuid-Europa? Nou, in zoverre extreem dat regelmatig die warmte uit Noord-Afrika toch. De oversteek maakt richting die Zuid-Europese landen. Het gebeurt elke zomer, maar dat het nu zo nou, toch wel redelijk frequent gebeurt, dat is dan. Uh, dat maakt het wat bijzonder. Gaat het weertype nog veranderen de komende dagen? Nou, wat je ziet gebeuren is dat het voorlopig in Spanje, het binnenland met name, en ook van Portugal, de komende dagen heel warm wordt en wat heel vaak gebeurt en dat is ook nu het geval, die warmte die gaat zich dan in de loop van volgende week verspreiden richting het oostelijk deel van het Middellandse zeegebied. Spanje, Portugal, Italië eh, zelfs een deel van de Balkan doet eh, dit is de weerkaart voor zaterdag, doet goed mee eh, in onze omgeving is het een stuk koeler en die warmte die komt elke keer vanuit het noorden van Afrika maakt dan de oversteek over het Middellandse zeegebied en doet dan de zuidelijke landen van Europa aan en met enige regelmaat zie je dan zo'n bel met warmte naar het oosten bewegen. Dus ja, in dit geval is het in Turkije net wat minder warm, maar over een paar dagen zit deze warmte zit dan weer in het westen van Turkije. Is er zicht op regen? Weinig. Uh, er valt op sommige plaatsen regen, bijvoorbeeld in het noorden van Turkije, maar daar hebben ze niets aan, want uh, de bosbranden woeden dus aan de zuidkant uh, van Turkije. En in Spanje en Portugal wordt er eigenlijk ook niet heel veel regen verwacht. In Frankrijk bijvoorbeeld, daar zou wel eens een keer een, een enkele onweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Maar uh, die echt warme gebieden die ontspringen de dans. Wat je wel ziet is dat deze warmte vooral uh, in het binnenland van Portugal en Spanje zich gaat afspelen. Dus uh, in Andalusië bijvoorbeeld, daar verwachten we echt hoge temperaturen. Misschien wel recordtemperaturen van 48, 49 graden. Aan de kust, daar is het over het algemeen wat minder warm. Die hitte in het binnenland die creëert eigenlijk een eigen weerregime. En in die, uh, ja, langs die costa's, daar steekt in de middag een zeewind op. Daar kun je bijna je klokje op gelijk zetten. Afhankelijk van hoe die kustligging is, uh, steekt die bijna elke dag op hetzelfde. De tijdstip op. Dat zorgt voor wat verkoeling. Dus aan de kosta's is het een graadje of 30, landinwaarts ga je dan boven die 40 graden uit. Maar direct aan de kust valt het over het algemeen mee. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van de Telegraaf en we maken nog veel meer op de website van de Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief, daar, en dan komt het helemaal goed. Hoi!